In deze instructievideo laten we zien hoe u de GroenTherm Wireless klokthermostaat in combinatie met de OpenTherm ketelmodule installeert en monteert. De GroenTherm Wireless is een draadloze thermostaat die u kunt monteren middels de meegeleverde muurplaat of kunt bevestigen op elke plek middels de meegeleverde tafelstandaard. Dit voorbeeld hanteren we de muurplaat. De muurplaat bevestigen we op een plek van circa 1,5 meter hoogte boven de vloer. Met voldoende luchtcirculatie, dus niet achter een kast of in een zogenaamde dode hoek. Ook niet in de nabijheid van warmtebronnen of zoals een radiator, een tv, een lamp of zeker ook niet direct zonlicht. Voorkom ook de nabijheid van koude bronnen, zoals een onverwarmd vertrek aan de andere zijde van de muur, koudwaterleidingen of eventueel tocht. Omdat de thermostaat draadloos communiceert, is het ook belangrijk dat hij niet in de nabijheid is van draadloze huishoudelijke apparatuur, zoals een dektelefoon of een draadloze koptelefoon. Houd daar enige afstand van. Nou, is de muurplaat goed gemonteerd, dan bevestigt u de thermostaat. De thermostaat wordt gevoed met twee batterijen, AA alkaline batterijen, die zijn meegeleverd en die plaatst u, zoals aangegeven, met de plus op de plus. Dan is de thermostaat klaar voor gebruik en installeren we de ketelmodule. De ketelmodule is geschikt voor OpenTherm CV-toestellen. Controleer of uw toestel ook daadwerkelijk geschikt is voor OpenTherm aansluiting middels de handleiding van uw CV-ketel of informeer bij de Honeywell infolijn. Trek dan de stekker van uw CV-toestel uit het stopcontact en controleer of de bedrading ook daadwerkelijk op OpenTherm is aangesloten in de CV-ketel. En sluit dan de bedrading aan op de enige twee aansluitmogelijkheden van deze module. Plus of min maakt daarbij niet uit, zo ook niet de kleur die u daarbij gebruikt. Wel is het belangrijk dat de positie van de OpenTherm module op minimaal 0,5 meter van de CV-ketel is en vrij is van metalen voorwerpen in de nabijheid. Nou, is dat gedaan, dan plaatst u de kap van de OpenTherm module weer terug in de scharnieren en drukt deze aan met klik. Dan plaatst u de stekker van uw CV-toestel weer terug in het stopcontact en ontstaat er een verbinding, een communicatie tussen de OpenTherm module over de enige twee draadjes met de CV-ketel. Die wordt bevestigd middels een groene lamp. Als deze gaat knipperen, dan is de communicatie tot stand gebracht. En knipper deze eens in de 10 seconden, dan is ook de verbinding tussen de thermostaat correct en kunt u ervan uitgaan dat de thermostaat goed werkt.